toen ik ongeveer 10 jaar oud was of zo, hadden wij een keyboard thuis staan. En toen ben ik daar een beetje op gaan pingelen, een beetje gaan spelen. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, 2, 3 jaar geleden, kwamen we erachter dat het eigenlijk toch wel goed erin werd. Nu inmiddels heb ik al 4 muziekstukken geschreven of gecomponeerd, waarvan 2 ook echt op papier. En 1 daarvan is ook al gebruikt in Wie is de Mol. En uiteindelijk rolde daar een stuk uit van 6 minuten, dat toen uiteindelijk dus ook nu in 2018 is gebruikt in Wie is de Mol. En dat begint dus echt gewoon echt met dat. En het wordt eigenlijk nog een hele andere maatsoort, ander tempo. En het wordt nog. Uiteindelijk wil ik componist worden voor de media. Dus veel muziek maken en een beetje, weet je, dat je echt gewoon van die bekende films hebt, van die echt de Pirates of the Caribbean van over 20 jaar, die dan, dat de muziek dan gewoon door mij is gemaakt. En dat je dan orkesten begeleidt. En ja, het lijkt me heel vet om gewoon echt van mijn muziek gewoon naar buiten te brengen en iedereen het te laten horen. Ja, dat lijkt me wel echt heel tof.